Welkom bij het Ingenieur Lely Lyceum. Mijn naam is Elke Scheltema, teamleider van de eerste en tweede klasse. En ik ga jullie vandaag een rondleiding geven. Het Ingenieur Lely Lyceum is de oudste school van Amsterdam. En dat weten niet zoveel mensen. De oudste school van Amsterdam, nu in Zuidoost, heeft een Wall of Fame en daar sta ik nu bij. En daar hangen dus allemaal leerlingen, ex-studenten, maar ook studenten die nog op school zitten, waar we heel trots op zijn. Meneer Lely is daar een voorbeeld van. Hij is de naamgever van onze school en hij is natuurlijk bekend van een van de grootste waterwerken van Nederland, de Afsluitdijk. En dan zijn er ook nog mensen hier op school die hier ook ooit als leerling op school gezeten hebben en die hier nog werken. Dat zijn docenten, teamleiders, mensen van de administratie. Aan deze kant nog wat voorbeelden. Murat Isik, een bekend literair schrijver die ook grote prijzen heeft gewonnen in de afgelopen jaren. Daar zijn we heel trots op. Janine LaRose, musicalster, die ook allemaal musical awards heeft gewonnen. Ook een groot talent. Quincy Menig, Ajax Telg, maar speelt nu bij FC Twente. En Defano, die is ook wel bekend, want die zie je vaker als presenter, YouTuber. Ook wel bekend van FC Avondklok. Als je van je basisschool een dubbel advies krijgt, bijvoorbeeld een HAVO-VWO-advies, dan plaatsen we je in het hoogste niveau. In dat geval een VWO-klas. De overstap van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een grote. En wij helpen je hierbij als je daar ondersteuning voor nodig hebt. Een eerste optie is dat je een leerlingbegeleider krijgt. En dat is iemand, dat is een soort verlengstuk van de mentor. Een tweede optie is bijles. Als je Nederlands, Engels of wiskunde bijles nodig hebt, dan roosteren we dat in. En een derde optie is huiswerkbegeleiding. Daar kun je ook voor kiezen. En dat is meer iets algemeens. Dan krijg je ondersteuning bij huiswerk en plannen. We zijn op de eerste verdieping bij de vleugel waar de moderne vreemde talen worden gedoseerd. En achter mij is het lokaal van meester Bigiman, want daar wordt Latijn en Grieks gegeven. En dat krijg je als je kiest voor het gymnasium. En hier op school hebben wij een modern gymnasium waarbij het accent ligt op academische vaardigheden. Op het Ingenieur Lely Lyceum kun je ook kiezen voor tweetalig onderwijs, op alle niveaus. Bij de MAVO houdt het in dat je versterkt Engels krijgt en meedoet aan internationaliseringsprojecten. Als je tweetalig onderwijs kiest op HAVO of VWO niveau, dan krijg je meer dan de helft van het vak in het Engels. Na 3 jaar sluit je af met een Cambridge examen. Met het tweetalig onderwijs maak je in ieder geval ook een extra reis. En in de afgelopen jaren was dat naar Ierland. Bij het tweetalig onderwijs is Engels niet het belangrijkste. Internationalisering is even belangrijk en dat is ook een van onze pijlers op school. Bij internationalisering moet je denken aan leuke projecten met het buitenland, met scholen, met andere landen. Zo hebben we in de derde klas een project met India en in de onderbouw hebben we ook contact met allerlei Europese landen. Goeiedag, ik ben Umar Kerpens, teamleider van de algehele MAVO-afdeling. Zoals je ziet zijn we hier in het gymlokaal, waar leerlingen verschillende sporten zullen beoefenen. Naast de reguliere lessen krijgen de leerlingen de gelegenheid om 2 uurtjes extra te gymmen in de week, de sportklas. Daarbij zal een leerling kennis maken met verschillende sportdisciplines, zoals judo, schaatsen en skiën. Naast de reguliere lessen besteden we ook voldoende aandacht aan de culturele ontwikkeling van de leerling. In leerjaar 1 hebben we ons kieskunstig programma. Dan kunnen leerlingen kiezen uit drama, dans of muziek. De leerlingen zullen dan onder begeleiding van de docent een aantal weken lang toewerken naar de gezamenlijke voorstelling. Ik wil het met jullie hebben over onze pijler empowerment, waarbij de bedoeling is dat leerlingen hun zelfbewustzijn vergroten, eveneens hun zelfvertrouwen. Dit doen we door verschillende naschoolse clubs aan te bieden, waarbij leerlingen hun talenten kunnen ontplooien. Denk hierbij aan een debatclub, een Lelyband, een game- en vlogclub, een schoolkrant, een kookclub
en ook topscorer, waarbij leerlingen een sportactiviteit uitkiezen en na school deze zoveel mogelijk beoefenen. Mijn naam is Erik Baaiens en ik ga jullie wat vertellen over ons nieuwe technasium. Het technasium is niet alleen bedoeld voor kinderen die heel erg technisch zijn, maar het technasium kent 7 beta-werelden. Het gaat van gezondheid tot natuur, tot voeding, tot bijvoorbeeld ook design en wereldhandel, maar ook computers, science en robots. Dus het technasium is heel breed. We bieden dat aan op VWO-niveau, op HAVO-niveau, maar er is ook een MAVO-variant. Zo, hier zijn we in het technasiumlokaal. Bij het technasium leer je niet uit boeken, maar bij het technasium krijg je echte opdrachten van bedrijven of bijvoorbeeld het AMC ziekenhuis. En die opdrachten, dat zijn echte uitdagingen, dat zijn problemen die het bedrijf opgelost wil zien. De leerlingen gaan daarmee aan de slag. Ze gaan eerst naar het bedrijf toe. Vervolgens gaan ze met een expert spreken en gaan ze heel veel informatie verzamelen. En dan vervolgens komen ze in dit deel van het lokaal, dit noemen ze de denktank. Want in dit deel van het lokaal, daar gaan ze alle informatie verwerken en gaan ze bijvoorbeeld creatieve ideeën bedenken, brainstormen. En hier komen dus de echte oplossingen tot stand in de denktank. Nou, we komen net vanuit de denktank en hier zie je een mobiel laboratorium. Dat kunnen we naar voren schuiven en hier kunnen leerlingen bijvoorbeeld proeven doen met voeding of bijvoorbeeld met planten. Dus hier vindt echt het onderzoek ook plaats. Dan komen we nu in de keuken van het technasium. We hebben net de creatieve ideeën ontworpen. Hier in de keuken komt onder andere voeding en gezondheid aan de orde. Dus hier kunnen leerlingen ook aan de slag gaan. En de keukentafel, de beste ideeën ontstaan toch aan de keukentafel? Goed, de mooie plannen, mooie ideeën zijn ontstaan. En vervolgens kom je dan hier in dit gedeelte waar de plannen uitgewerkt gaan worden. Dus leerlingen kunnen hier aan deze tafel aan de slag gaan in groepen. En dan gaan ze kijken van hoe kunnen we de ideeën verder uitwerken. Wat gaan we doen aan een presentatie en ze gaan daar ook een werkplanning maken. Nou, en daarnaast is het zo dat op het moment dat leerlingen dan uiteindelijk weer een presentatie gaan geven voor een bedrijf, dan is dit tevens ook een tribune, want vanaf hier kun je dan ook de presentatie geven voor het bedrijf, voor de universiteit en voor de medeleerlingen. We zijn hier in het technische deel van het lokaal, want hier worden de maquettes gemaakt, de prototypes en de presentaties. Dit deel is nog niet helemaal af, want er komen nog 3D-printers, er komt een lasersnijder, er komt een robotarm die leerlingen gaan leren besturen. En hier op tafel zie je 2 voorbeelden. Hiervoor zie je een ontwerp van een sportcomplex wat hier achter de school gebouwd gaat worden. En je ziet een voorbeeld wat gaat over watermanagement. Een probleem wat door een bedrijf is aangegeven en waar leerlingen een oplossing voor gaan bedenken. Dit voorbeeld van het sportcomplex, de leerlingen hebben van de gemeente de opdracht gekregen om een nieuw sportcomplex te ontwerpen. En dit is een voorbeeld daarvan. En de postcode loterij en de gemeente die hebben maar liefst 300.000 euro vrijgemaakt om dit daadwerkelijk uit te voeren komende zomer. We zijn nu beland in de kantine. Wat onze kantine zo uniek maakt is de ordelijke sfeer. Je hebt hier de gelegenheid om te kunnen genieten van de heerlijke broodjes die worden verzorgd in onze kantine door Toko Reigersbos. Dan kan je genieten van een gezond broodje, maar ook een broodje bacalhau of een broodje pom. En verder is het heel belangrijk om te weten dat iedereen hier prettig, fijn en veilig met elkaar omgaat.